Hey kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. En ja, ik ben hier dus in mijn NPC village slash ruilstad. En ja, vandaag gaan wij een cave system exploren. Jawel, ik heb een cave system hieronder gevonden. En wel, ik ben benieuwd of hier wat diamonds zouden zitten. Het is een tijd geleden dat ik in een cave system heb rondgeharkt. Dus ja. En ik wou jullie even laten zien, ik heb wat Zone in the Town gedaan. Ik heb wat, gefarmd. Ik heb op het hele stadje je nu een cobble fence zitten met ingangen. Dus ja, ik heb mijn gravel gebruikt om even wat paden te maken. Dit is echt gewoon van die dingen die ik echt gewoon off camera zal doen. Wat ik allemaal on camera zal doen is de huisjes en alles dat rotzooi. Ik ben ook een beetje crazy gegaan met de torches. Dat is ook een reden waarom we even onder moeten duiken in een cave system. Want wel, we hebben meer kool nodig en alles. Maar goed, ja, je ziet wel, ik heb wat gefarmd. Ik heb dus een fence aangelegd. Ik heb een pad hier aangelegd. We kunnen hier nog fatsoenlijk lopen en alles. Dus ja, maar goed. We gaan dus op zoek naar, naar wat diamonds eventueel. En misschien nog wel wat andere ja, goodies. Even kijken wat is hier beneden om precies te zijn. Goed, ik ga eerst even wat zooi verzamelen wat ik allemaal nodig zou hebben. Even kijken, zombie flesje heb ik niet nodig. Even kijken, wat zou ik allemaal nodig hebben? Even kijken, dit denk ik en dit. Ik neem ook even wat wood mee. Ja, je weet maar nooit wanneer het handig is. Mijn boog ziet er in principe wel goed uit. Arrows. Torches. Wat plankjes, oké. Eventueel wat iron pickaxe. Heb ik nog een shuffle. Ik maak even een nieuwe shuffle. En dan doen we de axe even weg. Of nou, de axe neem ik meestal. Omdat we dat bij de mineshaft vinden. Ik heb brood. Wel, in principe ben ik goed om ja, te gaan eigenlijk. Ik ben al een hele tijd eigenlijk klaar om te gaan. Dus ja, ik heb al wat opgelicht van het cave system. Maar niet echt, echt heel veel. Kijk, waar we echt heen willen is hier. Want wel, dit is echt gewoon ook groot en diep en alles. Dus even kijken. We gaan eens even kijken wat hier allemaal is. Oh, hallo. Wel, dat vind ik wel leuk. Ja, ga jij maar eens even vliegen. Ja, oké. Wow, die shit. Kijk, dit bedoel ik dus. Gewoon ravines. Dat is gewoon echt episch. Ja, ho. Oké, ga maar even dood. Jij. Oké, jij ook. Ja, wat een siege hier, man. Huppakee, dood, sterf, demons. Ik heb hier zo'n fatsoenlijke stairway hier. Ho! Kijk, emu. Oh my god, wat is hier een spawn of zo? Jezus. Vinden we dit normaal of zo? Oké, dan gaan we hier even naartoe. Mushrooms. Even kijken, ik hoop dat ik echt gewoon wat diamonds of zo zou vinden. Dat zou gewoon echt episch zijn. Of iets van een zombie dungeon. Voor villagers of zo. Dat zou wel echt gewoon enorm goed uitkomen. Even kijken. We lichten dit eerst allemaal maar even op. Dan hebben we daar in ieder geval geen last meer van. Kijk, hier nog één. Goed, wel, dan gaan we hier maar eens naar beneden. Eerst even alles weghalen natuurlijk. Ik kan toch wel wat gravel gebruiken, dus wat dat betreft. Kijk, en dit soort dingen willen we, die naar beneden gaan. Ach, cool, nice. Kijk, dit gaat naar beneden, dat willen we. Oké, nou alleen hopen dat het niet zo doodloopt. Damn it. Even kijken, ik pak even mijn fortune pickaxe erbij. Kijk, ja, ik merk even wel wat iron. Misschien heb ik wat iron nodig onderweg voor misschien eventueel nieuwe armor of zo. Of weet ik veel. En dan kun je beter even wat iron hebben. Zo, even kijken met de fortune pickaxe. Even wat kool mijnen. Kijk, dit gaat altijd zo makkelijk en snel. Wat ik ook hoop is op naar binnen het mineshaft. Want dat zou ik ook wel leuk vinden. Of überhaupt gewoon eigenlijk iets om gewoon te exploren met jullie. Dat zou gewoon wel goed zijn. Wat helemaal episch zijn is een stronghold natuurlijk. Maar die kans is klein dat ik dat hier vind. Maar ja, hoop doet leven, nietwaar? Oké. Even kijken. Zo wel. Ik heb nou wel even genoeg kool. Kijk eens even. 33 kool. Al gewoon één pocket. Die mijn je gewoon helemaal met je fortune pickaxe. Wacht, ik mijn dit ook al even hier zo. Want je hebt altijd kool tekort in cave systems. Altijd. Tenminste, ik heb dat altijd tekort. Anders als ik het niet nodig heb, vind ik het altijd in stacks van 100. Even kijken. Goed, wel. Dit zijn ook die dingen die we willen. Even kijken. Ik maak even wat extra torches, oké. Kijk, want dit zijn dus al die dingen die we willen, hè. Yo. Oké dan. Even er doorheen mijnen. Wel, is er geen cave system? Ik dacht even dat ik lava hoorde. Oh, kijk, hier hebben we iets. Even kijken. Oh, shit, sorry. Ik heb mijn bucket niet bij me. Nou ja, daarvoor heb ik dus die extra iron.
Oké, crafting bench. Even kijken, maken we even een einde buur kit. Water pakken. Ja, je hebt nooit wanneer het handig is, hè. Dat is altijd zo. Je weet echt gewoon nooit wanneer je een bucket nodig hebt. Als we diamonds gaan zoeken, dan hebben we dus inderdaad dat nodig. Oké, ik meen nog even wat extra iron. Kool heb ik op dit moment gewoon echt niet nodig, maar iron wel wat. Zo, en ik heb wel heel veel iron nog thuis liggen, maar ik heb hier in de repressief dus niet echt veel. En ik wil hier misschien wel een anvil maken. Dus vanaf heb je mucho veel iron nodig. Even kijken, torch aan de spawners hier, dat willen we niet. Even kijken, hoeveel iron hebben we nu? 22, dat is mooi. Dat is sowieso al genoeg voor eventuele full set met iron armor als ik dat nodig zou hebben. Niet dat ik dat nodig heb ofzo. En waar ik naar wil zoeken is gold. Want ik heb wat meer gold nodig, want ik wil binnenkort wat golden apples gaan maken en zo. Ook voor eventueel nieuwe villagers. Even kijken. Daar hebben we nog meer iron. Dat meen ik allemaal wel op camera. Even kijken, dubbele torch. Ja, ik ga hier automatisch naar beneden, want dat wil ik gewoon heel graag. Schil me, jongen. Oké. Skeletons, altijd de boog gebruiken. Tenminste, dat doe ik altijd. Even kijken, is daar lava beneden? Ja, er is wel wat. Maar ik weet niet of dat echt boeiend is. Even kijken. Ja, dit is heel leuk en aardig. Oké, kijk eens aan. Zo, daar hebben we geen last van. Goed, ik maak even wat extra sticksy doodles. Even extra torches. Zo, is altijd handig, denk ik. Zo, gold. Daar ben ik wel blij mee. Even kijken, wat is hier beneden? Oh. Even kijken, oké. Daar, oké. Dubbele torch, ja. Dubbele torch, altijd echt naar buiten. Oeh, dat is nice. Oh shit. Oh. Weg. Op donderen. Ah ja. Oké. Lapis lazuli hebben we niet echt nodig. Redstone. But I don't need that. I don't need redstone. Even kijken, goed, wel hier nog wat boeiends, echt? Nee, oké, hier is niet echt wat boeiends. Even kijken, nee, niet echt. Even kijken, even die lava weghalen. Het enige waar ik hiervoor kom zijn in principe diamonds of gewoon iets boeiends op de explore met jullie. Niet echt gewoon major OP dingen. Even kijken, dubbele torch voor de weg naar buiten. Kom op, laat mij eens even wat diamonds zien, cave system. Moet wel lukken, toch? Kom op, gewoon een paar diamonds. Gewoon, huppakee, kom op, laat eens even zien. Dit is echt zo'n plek waar je diamonds vindt. Wow, dit is het grootste lavaveld wat ik in mijn leven heb gezien. Not kidding. Diamonds! Yeah, baby. Ik zeg dat ik die diamonds zou vinden. Even kijken. Zo, dat is echt naar buiten. Is het maar één? Als het echt één is, serieus. Verdorie, ja, dat kan nog weer boven zitten. Hè? Maar goed, we weten dus inderdaad dat hier gewoon diamonds zijn en alles. Dus dat is altijd wel nice. Ja, eerst even door. We zitten op bedrock niveau, kan ik zien door de fog. Even kijken. Goed. Fortune pickaxe. Don't let me down. Wow. You let me down. Bitch. Oké, even kijken. Oké. Maar het betekent niet dat er niet meer diamonds zitten natuurlijk. Het is best een rijke wereld hier, dus... Uiteraard zit hij waarschijnlijk wel met diamonds. Ik heb niet echt kool nodig. Misschien zal ik wat kool mijnen off camera. Maar ja, hier kom ik voor. Echt gold. Ik heb echt weinig gold op dit moment. Dus. Ja, nou, vind ik dan. Hè. Ik weet niet wie jullie dat vinden. En redstone. Want ik ga met een redstone project bezig. Ergens met de pistons. Met sticky pistons. Want daar werk ik in principe eigenlijk nooit mee. Dus dat wil ik wel gaan doen. Maar kan ik daarvoor niet beter mijn fortune pickaxe gebruiken? Dat dacht ik. Level 30, dat is nice. Dus ik kan straks in ieder geval een nieuwe boog. Ja, ik wou een nieuwe boog. Dat was ik zo. Oké, even kijken. Een bucket met water. Nou, we zullen hier maar heen gaan. Hè. Misschien is hier wat meer boeiends te vinden. Meer diamonds of zo. Ik heb gewoon echt wat meer diamonds nodig. Ik heb niet echt veel 30 maar of zo. En ik wil echt gewoon eens een keer zo'n stack met diamonds of zo. Het zal absoluut niet 1, 2, 3 gaan gebeuren, maar... You can hope, right? Hoop doet leven. Wat helemaal gewoon dus gaaf zou zijn, zoals ik Stronghold zou vinden.
That will make my day. Even kijken. Ja, dit wil ik even weghalen. Oh, ja, dat zie ik wel daar. Chop, chop, chop. Oké. Nee, nee, daar ook al niet. Verdorie. Sowieso even weg naar buiten. Oh. Nou ja, dikke emu. Even kijken. Goed. Hey, niet meer diamonds hier. Wauw. Oké, dat is wat een beetje tricky. Oh, kutzooi. Kutzooi. Ik word een beetje erg aan het concentreren hier zo. Oké, kijk eens aan. Zo. En alles voor het doodlopende weg, zeker. Oeh, nee, gold. Gold, dat is nice. Oh mijn god, daar wil ik niet in vallen. Beetje logisch, hè? Goed, goldmijnen. Zo, goed. Eens even kijken. Onderwerp. We krijgen weer een nieuwe kat. Dat is wel leuk. Snoes heet hij. Misschien staat deze video online wanneer we snoes hebben. Dat weet ik niet. Maar we krijgen dus snoes. Een heilige Bermaan. Best wel chille kat eigenlijk. Dus ja, daar komen wel vlogs over en zo. En ook nog over Gizmo. Ik ga überhaupt meer vlogs doen. Natuurlijk de maandelijkse vlogs. Dat is waar ik meestal ga praten over de series. En over hoe het gaat op Shadow Games. En die wordt op de eerste woensdag van de maand ja, gedaan, zeg maar. Even kijken. Oké, okay, oeh. Even kijken. Ik kan ook gewoon lijp dit doen. Yolo Polo Cats. Oké, okay, zo. Nou, nu dit even. Oké, okay, goed wel. Diamonds. Waar zijn mijn diamonds? Ik wil mijn diamonds. Holy shit, man. Daar is een heel visje gaande hier, zo moet je kijken. Chop, 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 chop. Ik zal niet gaan branch minen, want daar hou ik niet van. Maar ik wil sowieso gewoon even neuzelen naar wat diamonds. Even kijken, nee, hier is verder niks. Oké. Even zo, want anders spawnt hier shit en daar heb ik geen zin in. Even kijken. Goed, we gaan weer terug. Oké, ja, hier was allemaal redstone. Fortune. Kijk, dan hoef je maar minder redstone te minen natuurlijk. Zo, hup. Zo, ik heb nou wel een stack, dat is nice. Even kijken, goed, even eindminen. Zo, maar goed, snoespoes dus. Het is heel schattig beest. Het is een kitten. Hij is volgens mij 9 weken als hij hier komt. Dus ik ben benieuwd of het goed gaat met Gizmo en Snoes samen. Dus ja. En we kregen geen kleine katjes, want wel Gizmo is gecastreerd. Dus ja. En Snoes wordt later gesteriliseerd. Zo. Het is gewoon beter voor die beesten. Even kijken. Yolo Polo Cats. Waar zijn de diamonds? Ik wil gewoon even wat diamonds. Ik heb 1 mother trucking diamond. Wat? Oké, jongens, leg me even uit. Wat kan ik met 1 diamond doen behalve diamond shuffle en enchantment table? Ja, dat bedoel ik. Jack shit. Ik kan er geen armor meer maken. Ik kan er volgens mij niet eens meer ruilen, zowat. Even kijken, oké. Oké, dit was mijn dubbele weg naar buiten. Nou, mijn man wat lapis lazuli, want daar heb ik ook zowat helemaal niks van. Oké, dat is ook al 42 in 2 blokjes. Even kijken. Eens kijken, dat is best wel veel. Oké. Kijk, hier kan nog wat zijn, ik weet niet. Ja, ik leg gewoon eerst alles maar even bloot en dan ga ik zo wel even wat mijnen of zo, weet ik het. Misschien is hier nog wat boeiends. Daar is een creeper, daar heb ik geen boodschap aan. Daar is niks. Hier is wat, ook al niks. Maar ik ga wel even kijken of hier niks is. Verdorie, misplace ik dat ook nog. Oké, gewoon op diamonds. Ik kijk dit nog even, als hier niks zit qua diamonds of qua andere ores, dan stop ik gewoon de episode hier. En dan zal ik wel verder gaan zoeken en als er dan nog echt wat boeiends is of zo, dan neem ik wel weer contact met jullie op. Via een nieuwe episode, even kijken, oké, wel. Dat is een spin, nou, daar is vest. Ja, ik wil wel even kijken. Hey, dit ziet al veel beloofd uit. Qua cave.
Maar er zit een cave system hier dus, dat is wel leuk. Oh, hij spin. Waar was op? Pokken spin. Sterf, goed zo even. Hierboven, oké, nice. Zo. Maar weet je wat jongens, ik ga het hier gewoon bij laten voor vandaag. Ik vind het helemaal prima. Laat even een like achter en met genoeg likes de volgende episode van Ronald's op Minecraft. Ik klink een beetje dood om... Holy shit. Ik klik een beetje door omdat ik een beetje moe ben en zo. Het is nog een beetje vroeg in de ochtend. Dus ja, maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Like even, subscribe even, volg me even op Twitter. Oh, wow. En dit schatje gaan we in de volgende episode bekijken. Dus ja, later mensen.